staan hier bij Ger Henskens en Brian Vielle van voetbalschool Just Go For It. Stel jullie zelf eens voor, Brian. Nou, ik ben in ieder geval Brian Vielle. Ik ben 24 jaar oud. Ik ben nu 7 maanden bezig samen met de voetbalschool. Zelf voetbal ik ook nog. Ik ga aankomend seizoen bij SV Top in het eerste elftal spelen. Zelf ben ik ook trainer geweest en nog steeds natuurlijk. Ben ik 5 jaar actief geweest bij FC Den Bosch. Volgend jaar ga ik vol voor het afstuderen van mijn studie. Dus daar komt wel heel veel tijd bij kijken. En vandaar dat ik een soort van tussenjaar neem. Maar natuurlijk sta ik nu wel op het veld met de voetbalschool natuurlijk. Hallo, ik ben Ger Henskens. Ik ben 60 jaar. Ik heb vanaf mijn 28 jaar altijd de eerste elftal getraind in het amateurvoetbal. Later ben ik bij FC Den Bosch aan de start gegaan als trainer. En het afgelopen jaar werk ik daar als begeleider van de trainers van het profplan en het basisplan. Om de trainers te begeleiden en ook zowel op het veld als op het tactisch gebied. Tevens ben ik gediplomeerd, heb het UEFA-diploma. Dus dat heb ik al een kleine 35 jaar. Wat is de bedoeling van een voetbalschool? Nou, in ieder geval, ten eerste staat plezier voorop. Ja, we willen in ieder geval kinderen van 6 tot 16 jaar ten eerste plezier aanbieden. Maar ook gewoon een uitdaging. Wij vinden gewoon belangrijk dat een individu zich ontwikkelt. Kijk, het zijn allemaal gedreven jongens of meisjes omdat ze extra willen gaan trainen. Dan komen ze inderdaad naar de voetbalschool toe. En ze zijn daardoor ook inderdaad gedreven. En dan staat plezier en uitdaging voorop, waardoor de ontwikkeling bij het individu sneller gaat. Dat is eigenlijk waar een voetbalschool, vind ik, voor staat. Ja. Ger, waarom een voetbalschool bij Nieuwe Sparta in Zaltbommel? Waarom? Het is een schitterende locatie, schitterend complex. In deze regio wordt er om een voetbalschool gevraagd, omdat in de verre omgeving weinig voetbalscholen hier aanwezig zijn. Dat merken wij omdat wij ook bij een andere vereniging al werkzaam zijn met de voetbalschool. Waardoor wij toch al heel veel leden uit deze omgeving hebben. En ook veel leden van Niveau Sparta die bij ons al een kleine 7 maanden trainen. Brian, wanneer gaat het beginnen? Nou ja, we hebben in ieder geval afgesproken hier met de club en met de voetbalschool zelf om vanaf september te beginnen. Nou, we zijn in ieder geval van plan om de zondagochtend in te gaan plannen. De 6 september zal dan de eerste activiteit gepland gaan zijn. Dus vanaf september mogen we hier mooi gaan starten. Ja. Zijn er mogelijkheden voor een proeftraining? Tuurlijk, zeker. Op onze website www.jg4it.nl kunt u kijken naar wat we allemaal aanbieden. En iedereen is bij ons altijd welkom en daar mogen ze inderdaad gewoon kijken hoe ze het vinden. En daar hoort de proeftraining bij. Dat is gewoon gratis en vrijwillig. En dan kunnen we het er altijd daarover hebben of het wellicht interessant is voor de speler en natuurlijk ook de ouders. Ja. Ger, wat zijn de kosten? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag voor veel ouders. Wat zijn de kosten? De kosten zijn, het bestaat eigenlijk uit een cyclus van 8 weken, zeg maar. Een training kost €17,50 per keer. Dat komt uit op een bedrag van €140. Waarbij ze een tenue gratis krijgen van de voetbalacademie. En ook dan met het logo gaan lopen van onze voetbalacademie. Ger en Brian, veel succes. Dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. We hebben er zin in.